Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we bij Camperbase in Wesseling. En in deze video behandel ik deze integraal camper van Knaus, de Life i700 MEG. Dit model is al te koop vanaf 83.500 ongeveer. En zoals gewoonlijk behandelen we eerst even de buitenkant. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we weer lekker naar binnen. Deze integraal camper is 2,32 meter breed, 7,51 meter lang en 2,79 meter hoog. Erg praktisch is natuurlijk als de deur voor open gaat dat het trappetje hier automatisch uitkomt en wanneer de deur dicht gaat ook weer automatisch ingaat. Net achter de deur bevindt zich een klepje waar de diesel wordt bijgevuld en waar de AdBlue wordt bijgevuld en de tank is 70 liter groot. En een stukje verder naar achteren bevindt zich een klep en daar bevindt zich achter de volledige waterhuishouding. Hier wordt er vers water bijgevuld. Dan bevinden zich in de bodem nog twee draaiknoppen. De eerste draaiknop is als je die opendraait om het vers water te lozen. En die andere is om het grijs water te lozen. Is dit de automatische vorschakelaar? Deze gaat open als de temperatuur onder de 4 graden komt. Dan loopt alles leeg. En dit klepje kan open. Dan wordt de 220 volt kabel van buitenaf, wordt hier doorheen gehaald. Die wordt dan hier ingestoken. En hier kan een waterfilter geplaatst worden. En achterin bevindt zich nog een behoorlijke grote garage. En de deur is 80 bij 110. En het is natuurlijk hartstikke praktisch dat je aan twee zijden achterin de garage kan komen. Voor de rest bevindt zich achterin nog wat opbergruimtes. Verder is achterop nog een camera gemonteerd en een trekhaak. Aan de andere zijde van de integraal camper, daar bevindt zich een behoorlijk lange markies van 5 meter, die ver uitgedraaid kan worden tot 2,50 meter. Dan net achter de deur van de garage, daar bevindt zich een ruimte waar twee gasflessen van 11 kilo geplaatst kunnen worden. En het systeem is uitgerust met een duwcontrole met crashsensor. En dan links van de toegangsdeur, achter dit klepje, daar bevindt zich het cassettetoilet, die makkelijk in en uitgeschoven kan worden. De toegangsdeur is behoorlijk groot, de 70 bij 1,95. Verder behoorlijk kaal, er zit niet veel op. Hier bovenaan zitten nog twee haakjes waar een jas op kan hangen. En dat was het dan. En uiteraard, ook aan de andere kant, ontbreekt het niet aan een elektrische trap. Deze integraal camper die staat op basis van de Fiat Ducato en heeft een motor met 140 pk die automatisch over 6 versnellingen wordt geschakeld. Het maximale toegelaten gewicht is 3500 kilo, de wagen weegt 2985 kilo, dus dat betekent dus dat er nog 515 kilo bijgeladen kan worden. En deze integraal camper mag maximaal een aanhanger tot 2000 kilo trekken. Het stuur is multifunctioneel. Op het linkergedeelte van het stuur, daar vinden we de knoppen waarover we het menu bedienen. En dan nog twee knoppen om de telefoon te bedienen. En dan rechts op het stuur, daar bevindt zich de cruise control. En net boven de cruise control achter het stuur, daar bevindt zich de knop van de ruitenwissers. En links daarvan
de knop van de verlichting. Aan de zijkant, daar bevindt zich nog een knop om de buitenspiegels af te stellen. En dan links van het stuur op het dashboard, daar bevinden zich nog 2 meters van de luchtvering. Met iets daarboven knoppen om de verlichting af te stellen en de mistlamp te bedienen. Tevens vinden we links ook nog een bekerhouder, alsmede 2 bekerhouders in het midden beneden. Er is ook een flinke multimedia center ingebouwd, waarover vele zaken bediend kunnen worden. Met iets daar beneden de knoppen van de verwarming en airconditioning en nog wat extra knoppen daaronder. En rechts daarvan, daar bevindt zich nog een USB-aansluiting. En als je daar een datakabel insteekt, dan kan je je mobieltje verbinden met het multimedia center. En rechts daarvan nog een 12 volts aansluiting. En dan voor bij de bestuurder, daar bevindt zich nog een klein schermpje. En tijdens het rijden kunnen we daarover bijvoorbeeld de snelheid aflezen. Verder voor veel ruimte en nog wat opbergmogelijkheden. En dan rechts bij de bestuurder, daar bevindt zich nog een klep. En daar kunnen bijvoorbeeld de kaarten in opgeborgen worden en andere zaken. Met daaronder nog wat vakken waar je nog meer spullen in kan opbergen. En daaronder bevinden zich 2 accu's van het woongedeelte. Er is plaats om met 5 mensen te kunnen zitten in het woongedeelte. En de stoelen zijn bekleed met een robuuste stof. Via een knop onder de tafel kan de tafel in alle richtingen bewogen worden. Wat wel een beetje apart is, wat ik niet gezien heb, is dat hier eigenlijk een verloop in de verdieping zit. En wat ze hebben gedaan, is een stuk plaatwerk hier zo ingezet. En als je dat eruit haalt, dan is deze zitting behoorlijk hoog. En als het plaatwerk erin zit, dan is de vloer gelijk in het woongedeelte. Maar er blijft hier altijd wel een opstapje. Verder is er achterin nog een televisietje ingebouwd. Die laat zich makkelijk omhoog eruit schuiven. De keuken oogt een beetje klein, omdat deze ingebouwd is tussen 2 wanden. Wat slim bedacht is, is dat het kooktoestel over de volle breedte is. Het biedt genoeg plaats aan grote pannen en daardoor hou je aan de voorkant veel werkplek over. En dan rechts daarvan, daar bevindt zich een mooie grote spoelbak. En dan helemaal rechts onder het keukenblok, daar bevindt zich nog een kastdeurtje. En in dit kastje bevinden zich de 3 gasknoppen. En de kastje beschikt over plankjes die behoorlijk diep doorlopen. En links onder het keukenblad, daar bevindt zich een schuiflade waar je bestekken kunnen opbergen. Daaronder nog een schuiflade. Met daaronder nog een klepje waar nog wat kleine zaakjes in opgeborgen kunnen worden. En dan links van het keukenblok, daar bevindt zich een domette koelkast en vriezer, die zowel aan deze zijde opengaan als deze zijde opengaan. En dan bevindt zich links van de koelkast nog een heel smal deurtje en er kunnen nog een jas of zo opgehangen worden. Het toilet is lekker ruim. Het is geïntegreerd samen met de douche in 1 ruimte. De douche kan wel afgesloten worden. Er is een makkelijke inloop naar het vaste bed achter, welke uit 2 matrassen bestaan. En achterin bevinden zich nog 3 behoorlijke diepe hangkastjes. Met daaronder een leeslampje aan beide zijden.
en nog wat aan een beetje sfeer te doen, hebben ze hier leuke gordijntjes opgehangen. En onder beide de matrassen aan het voeteinde bevinden zich nog twee flinke kasten. En boven het slaapgedeelte, daar bevindt zich nog een klein dakluikje, wat mij betreft wel iets groter had gemogen. En voor de warme zomermaanden is er nog een behoorlijke dikke airco ingebouwd. En boven de beide voorstoelen, daar bevindt zich ook nog een tweede slaapplaats, het hefbed. Welke ook nog lekker ruim is voor twee personen. En dan aan de keukenkant is er op de volle breedte hangkastjes ingebouwd. En dan boven de zitgroep, daar bevindt zich ook nog een redelijk groot dakluik. Dit voertuig is net vers binnen en daarom kan ik u helaas niet laten zien hoe de verlichting hier zo eruit ziet. Want deze zaken moeten nog allemaal in stand gezet worden. En toch hoop ik dat u een beetje beeld hebt gekregen hoe deze integraal camper eruit ziet. Bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk zie ik u terug bij de volgende video.